En Amsterdam, laat je horen, want we gaan meteen door het laatste blok maken voor de huldiging. Jullie applaus voor Ryan Marciano en Sunny James! Thank you.
even horen, want hier zijn ze, onze kampioenen! En ik denk dat dit het mooiste moment is waarop we ons clublied tegen horen gaan brengen. Joop, kom naar voren. Amsterdam, laat je horen voor ons clublied.
En dan is nu het woord aan de burgemeester van Amsterdam. Traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje. Ajax, mag ik jullie van harte feliciteren namens alle Amsterdammers. Het is geweldig wat jullie gedaan hebben. Frank, de spelers, de staf, de trainers, iedereen van Ajax, hartelijk bedankt. En als jullie de komende winterstop 13 punten achter staan, ga ik niet nerveus worden, dan gaan we alvast een podium bouwen. Dank jullie wel, zet hem op. En jullie allemaal bedankt voor je fantastische fluitconcert. Bye bye. Dankjewel, burgemeester. Ik denk jongens dat het tijd wordt dat we ook de schaal even laten zien. In groepjes mag ik, ik neem aan dat de selectie allemaal weer een stapje naar achteren gaat. De selectie een stapje naar achteren gaat. Mag ik jullie vragen om als selectie een stapje naar achteren te gaan? Vak voor je team, klaar. Want ik mocht het gisteravond al zeggen, we hebben het afgelopen seizoen twee fantastische sfeervakken gehad die ervoor gezorgd hebben dat er een geweldige stemming in de arena was. En hier staat de afvaardiging eraan naar ons 4-10. We gaan één voor één, we gaan de groepjes naar voren halen van onze selectie. En als eerste haal ik naar voren Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. En ik haal Henny Spijkerman naar voren. Dennis Bergkamp is great. He's the final. Hij staat er al naast, Henny Spijkerman. Henny, Henny Spijkerman. Henny, Henny, Henny Spijkerman. En we gaan verder met de volgende. Carlo Lamy. Carlo Lamy. Carlo Lamy. Carlo Lamy. Olé. Met Daisy Klaassen! Daisy Klaassen! Allee, allee, allee! Allee, allee, allee! Allee, volgende, Dico Koppers! Dico Koppers! Jalalalalalalo! Dico Koppers! Als de volgende, Trulani Cerero! Cerero, oh, oh. En dan was even Ruben Lichon! Ruben! 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 En we gaan verder met Mats Rits. 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 We krijgen als het goed is een lekker stukje muziek.
En wij gaan verder met onze volgende ploeg die we naar voren gaan halen. Als eerste, geef hem een geweldige applaus. Hij komt helemaal naar voren toe. Jasper Sillessen! Lorenzo Emicilio! Dimitri Bouliken! Amsterdam Bouliken! Jody Lukoki! Jody Lukoki! La 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 la! Jody Lukoki! Nikolai Boylissen! Nikolai Boylissen! Yeah, yeah, yeah! Nikolai Boylissen! Ismail Aysapi! Aysapi! Amsterdam voor Bruno Silva. Dat is heel moeilijk. Dat is voor extra harde nummers te. Bruno Silva. Bruno Silva. Blijf staan. Dit is jouw momentje. Odaan, zet nog even in. Dit is zijn moment. Ja, dat kan harder toch? De. Bruno, blijf nog even staan. Jongens, ik geef de microfoon even aan Frank. Voor je is. Ik denk dat je met hele andere gedachten naar Ajax bent gekomen, zoals het nu geëindigd is. Wij waarderen je als staf en als speler enorm voor je inzet dat je voor Ajax hebt neergezet. Dat het zo moet eindigen, nogmaals, vinden wij verschrikkelijk. Maar je hebt deze mooie hoofd van Ajax heb je verdiend. Wij wensen jou en je familie natuurlijk heel veel sterkte toe. En ook in je sportieve carrière laten we hopen dat het allemaal goed komt. Dankjewel namens staf en de spelers. Thank you.
wij gaan weer verder met Jeroen Verhoeven. Jeroen Verhoeven. En Jeroen, blijf nog even staan. Jeroen, je gaat afscheid nemen van ons na dit seizoen. Dat betekent niet dat we je terugzien in de voetballerij. Ik weet zeker dat je ergens aan de bak gaat waar je je talenten kan laten zien. Dat heb je hier al veelvuldig laten zien. We zijn je heel erg dankbaar voor wat je hebt neergezet bij Ajax. Niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer. We moeten niet onderschatten wat voor invloed jij hebt gehad voor de sfeer, maar ook voor de kwaliteit die je hebt uitgestraald. Wij, namens de staf en de spelers, wil ik je bedanken voor de geweldige jaren die je hier hebt gehad. En heel veel succes de komende jaren. En laat zien dat je een fantastische keeper bent. Dank je wel. Andre Ollier! Andre Ollier!
Jan Vertonghen! En Amsterdam laat je horen voor Frank de Boer! Wil ik graag jullie aandacht, want ik geef de microfoon wederom aan Frank de Boer. We hebben nog van één iemand die afscheid genomen. En is een hele goede ex-collega van me en goede vriend. Ik wil graag André Ooyer naar voren halen. André, je kwam hier voor Ajax om 1 jaar te tekenen, om die derde ster op ons t-shirt, mooie shirt, mooiste shirt van de wereld, te laten neerzetten. M-
Maar wij waren zo tevreden over jou dat we besloten hadden om nog een jaar bij te voegen. En dat kwam niet alleen doordat je een geweldige voetballer bent, maar ook een geweldige persoon. Hij was de Nestor van dit team met heel veel ervaring, die vooral bij de jeugd, denk ik, een hele belangrijke persoon was, vadergevoel. Dat heb ik gevraagd aan je en dat heb je echt met verven gedaan. Ik ben heel trots op je dat dit je zevende titel alweer is. Je staat in een illustre rijtje met een ene Johan Cruijff, die heeft een 9 volgens mij. Maar 7 landstitels, dat kunnen maar heel weinig spelers zeggen. Zelfs ik niet. Dus dat heb je heel knap gedaan. André, ik wens jou heel veel geluk en gezondheid toe. Samen met Joyce en de kinderen. En ik weet zeker dat we je terug gaan zien in de voetbalrij. Want zoveel voetbalverstand mogen we niet verloren laten gaan. André, namens de staf en de spelers, super bedankt voor dit geweldige seizoen. En de seizoenen die wij gehad hebben mogen. Fantastisch, jongen. Super. En ondertussen kijken wij nog even naar de videoclip van André. En laat je horen ondertussen, jongen, van André. Laat je horen. Wij gaan verder met de uitreiking Talent van het Jaar. Toen hier vorig jaar de huldiging plaatsvond, hebben we hem uitgereikt aan Christian Eriksen. En ik geef wederom de microfoon aan Frank de Boer. Talent van het Jaar is altijd een speciale gelegenheid. André Hooyers. Vorig jaar was het Christian net al genoemd. Dit jaar gaat deze mooie prijs naar niemand anders dan Ricardo van Rijn. Ricardo, bij Ajax hebben we heel veel talenten, daar ben jij er één van. Je hebt dit jaar 16 wedstrijden volgens mij gespeeld voor Ajax 1. Daar had je van tevoren denk ik niet van kunnen dromen. Daarom is deze landstitel ook zeer zeker voor jou. Die heb je echt dik en dik verdiend. Ik denk dat jij deze prijs verdiend hebt, ook op de manier hoe je hebt gepresenteerd. Niet alleen in de wedstrijden, maar juist een heel goed voorbeeld bent hoe een sporter een topsportcultuur moet beleven. Jij hebt je eentje, en samen natuurlijk met heel veel anderen bij, maar het meeste heb je dat alleen maar zelf gedaan om tot dit niveau te komen. Dat is echt een fantastisch voorbeeld voor de talenten die eraan komen. Jij hebt deze trofee dik en dik verdiend. En hopelijk heb je over een paar jaar de beste speler award in je handen. Bedankt. Amsterdam, laat je horen voor Ricardo van Rijn! En na deze huldiging gaan we over naar de Ajax-Ziet van het jaar. En daarvoor geef ik het woord aan de voorzitter van de SVA, Daniël Dekker. Ajax-Ziede, wat een mooie dag weer vandaag. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En het afgelopen seizoen hebben jullie weer massaal gestemd op de Ajax-Ziet van het jaar op ajaxlive.nl. En ik mag de uitslag bekendmaken, het zal jullie niet verbazen. De Ajax-Ziet van het jaar is geworden, volgens jullie, Jan Vertonghen. APPLAUS
Jetsen. Jetsen, verdomme! Voordat Vier Ordaan verder gaat, wil Frank toch nog even die microfoon. Jongens, Frank de Boer. We willen een dag van afscheid nemen en we hebben nog meer mensen die afscheid gaan nemen. Niet alleen spelers, maar ook bij de medische staf. En ik wil graag Edwin, Jos en René even naar voren halen. Onze dokter Edwin. Onze René, onze looptrainer. En Jos, onze fysiotherapeut. Namens de selectie en de staf, alle mensen eromheen, willen jullie bedanken voor de waanzinnige inzet die jullie jarenlang hebben getoond. Met een echt Ajax-hart. Het doet ons pijn dat jullie afscheid gaan nemen. Maar we respecteren jullie besluit. We wensen jullie heel veel succes. En ik weet zeker dat het gaat lukken, want jullie hebben heel veel kwaliteit. En ik zou zeggen, je bent altijd welkom om terug te komen bij Ajax. Of het nou op het werk is, of gewoon gezellig langskomen voor een kop koffie. Jongens, een dik en dik applaus voor deze fantastische mensen. Ordaan, de microfoon is voor jou. Zitten, zitten, zitten. Oh. Ah, nah, 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 nah. Met z'n allen zingen. Maar ik wil eerst graag nogmaals de microfoon geven aan Frank de Boer. Ik wil even persoonlijk, en ook natuurlijk namens de spelers, maar ook zeer persoonlijk, jullie bedanken voor dit geweldige kampioenschap. En mede door jullie steun, want volgens mij hebben we op een gegeven moment 13 punten achtergestaan op AZ. Ook nog 11 punten op PSV. Maar ondanks dat zijn jullie echt in onze, hebben jullie ons continu gesteund, hebben in onze filosofie geloofd, in onze spelwijze geloofd. En daardoor is het de bevestiging dat wij gewoon heel goed bezig waren. Ik wil jullie daar ontzettend veel voor bedanken. Want dat hoort ook bij supporters, maar je moet het wel eens doen.
Jullie zijn echte supporters. Jullie weten hoe je achter het team moet staan. En daarom zijn we kampioen. Super bedankt. En dan wil ik nu graag vragen om naar voren te komen. De man die het tijdens het seizoen al diverse keren voor ons op het veld heeft gestaan. Met het enige mooie lied. Kees, waar ben je? Ja, zet die muziek maar in, zou ik zeggen. Amsterdam, Kees Prins! Kampioen! Ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Was nog maar een jonge jongen toen ik werd uitgeselecteerd of ik een wedstrijdproef was spelen. De club was geïnteresseerd toen ik thuis kwam. En het vertelde, vloog mijn pa me om mijn nek. En mijn opa kreeg toen naar de ogen, ze vond het allemaal te gek. En wat denk je, het werd gekozen op die dag zo lang geleden. Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met de A-selectie mee. Laat je horen! Mijn ideaal, dit is de mooiste club van allemaal. Hier in mijn hart, een vreugde met verdriet. Het kan dooien, het kan vriezen, we kunnen winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze is er. Ik speelde toen die ene wedstrijd, de finale van de beurt. De absolute climax in de historie van de club. Ik viel in aan het eind van de verlenging, met de bril stand nog op het bord. Oud was ik op het veld of ik werd binnen de 16 grofweg onderuit gesjoord. De scheidsblies op zijn fluitje en hij wees al naar de steel. En ik gaf een welgemikte trap en de club was in de knip. Tot slot, laat je nog één keer horen voor onze kampioenen! Thank you.
Oké, jongens, met z'n allen. Ja, la 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 la. Jongens, ik geef voor de allerlaatste keer de microfoon aan Siel, Jurren en aan Frank. Gisteren was fantastisch. Vandaag was fantastisch. Jullie zijn fantastisch. Of we nu op Old Trafford spelen, of bij Heerenveen uit, of hier in de Arena spelen. De sfeer is altijd ongelooflijk goed. Of we nu verhuldigd worden op het Museumplein of hier op het Arenapark. Altijd maar weer is het één feest. Ik wil jullie namens de selectie dus nogmaals hartelijk bedanken voor dit fantastische evenement, fantastische sfeer. En ik zie jullie volgend jaar weer terug. Hartstikke bedankt.
Jullie hebben geen idee hoe fantastisch dit eruit ziet. Ik zie aan de achterkant wat mensen weggaan. Ik denk maar dat iedereen ook zo meteen naar huis gaat. Doe voorzichtig, denk om elkaar. En veel plezier nog. Hier de supporters, bedankt voor jullie aandacht, bedankt voor jullie aanwezigheid. En namens de supportersvereniging ACA en SVA wens ik jullie een veilig thuis. Rustig aan, later! Tot slot mag ik jullie nog meenemen, degene die naar de stations toe gaat. Er staat niet aangegeven dat Duivendrecht open is, maar ook station Duivendrecht is open. Jongens, bedankt. Het was een fantastische huldiging. En tot volgend jaar!